Welkom mevrouw en mede-heren op deze regenachtige avond, maar die toch historisch blijft. We blijven aan de leiding, hopelijk voor langer dan nog 24 uur. Maar ik geef graag het woord aan de bezoekende trainer, meneer Janssens, voor uw wedstrijd aan het. Vandaag komen we bij een ploeg in vorm. Een ploeg die de boost heeft van de overwinningen aan elkaar. Speelt ook bij de leider en ik denk dat we dat toch het enige respect hadden voor een spel wat ze elke week brengen. Heel positief voetbal. En in de eerste helft proberen we nog af en toe uit te komen tot onze organisatie. Hebben we twee mogelijkheden gehad. Maar niet genoeg voor Cercle een echt pijn te doen. Ze hebben ook niet echt uitgespeelde kansen gehad in de eerste helft. En dan komen we met tien, ja, dan weet je dat je nog voor een strakkere organisatie moet kiezen. Maar ik moet zeggen dat de jongens dat perfect uitgevoerd hebben en dan moet je het nodige geluk hebben dat we vorige week niet hadden, hebben we vandaag wel. We konden rekenen dat een... Maar ik moet zeggen dat ik mijn spelers allemaal wil feliciteren voor het geleverde werk. Dank je vriendelijk. Meneer Peters, uw analyse? Ja, we wisten dat het moeilijk zou worden, alleen al met het feit dat we heel veel publiciteit hebben gehad deze week. Ja, dat betroost je. Dan zie je dat een Rudy vandaag net iets minder is en er komt heel veel af op zo'n jongen. Ja, dan hoop je de druk een beetje weg te houden, maar dan zie je toch dat hij dat het verwachtingspatroon niet alleen voor hem, maar voor Cercle hoog wordt en groot wordt. De eerste helft hadden we het meeste balbezit, hebben we geprobeerd om de bal het werk te laten doen, maar ja, oké, zij stonden heel goed. En dan, ja, denkt iedereen, we komen tegen 10 mensen, maar dat was juist hetgeen dat we niet wilden. Want met 11 mensen gaan ze misschien iets meer in hun kansen geloven en krijgen we iets meer ruimte. Oké, dan weet je dat het tegen 10 mensen heel moeilijk wordt. Dan ga je proberen die buitenkanten aan te spelen en hoop je dat die bal eens goed valt. Oké, ik denk dat we 100% kans hebben met Yatsouk, schitterende redding denk ik van Kawashima. En dan een schot dat wordt gelost door Kawashima. Dat, op 1 meter door Kevin Janssens. Ik denk dat hij naast de bal trapt, dat hij schrok. Maar oké, dan op het laatste ga je ook nog met Dominique Foly, ga je met 4 spitsen spelen. 3-3-4, nog meer druk. Ja, en dan hoop je dat die bal goed valt. Maar langs de andere kant heeft Liers een goede organisatie neergezet. En daar hadden wij geen antwoord op. En dan is het logische gevolg 0-0. Maar langs de andere kant hebben we gedaan wat binnen onze nog werk hebben en dat we tegen tegenstrevers die met heel veel mensen achter de bal spelen, dat we het daar moeilijk tegen hebben. Maar iedereen speelt met eigen middelen en het is Liers hun goed recht. En ik moet Chris feliciteren met het punt, want op dit moment is het inderdaad niet iedereen gegeven om tegen Cercle een punt te halen. Dank je vriendelijk. Heeft iemand een vraag? Uw spelers zeggen, ja, met de leiderspraat zijn we nu bezig, in tegendeel, dat creëert een bepaalde druk voor ons. Hebben wij liever niet? Nee, oké, maar ik denk dat iedereen aan kop wil staan. Ik sta liever eerste dan laatste. En mijn spelers ook, maar oké, we willen de druk een beetje weghouden. En ik zeg het, we hebben dit, deze week zoveel publiciteit gehad. Ik heb 2 dagen met mijn collega Chris Janssens zelfs de kamer gedeeld op de ProLicense. En ik werd langs alle kanten gek gebeld voor allerlei interviews, voor tv-optredens. Oké, ik heb daar bewust afstand van genomen, maar ik kan aannemen dat het voor mijn spelers niet makkelijk is. Maar dat is geen excuus, oké, daar moeten we mee leren omgaan. Als het goed gaat, dan krijg je aandacht. En oké, al bij al hebben we 14 punten, dus wij zijn heel blij. En ja, laat ze nu terug maar over de zogezegde top 3, top 4 schrijven. En wij gaan rustig in de schaduw ons werk verder zetten. En er is absoluut geen man overboord. Ik had voor de twee luik Beerschot-Liersen gezegd, als we 4 op 6 halen, hebben we het heel goed gedaan. Oké, we hebben 4 op 6, dus wij zijn heel blij. En nu moeten we woensdag tegen Racing Mechelen vol aan de bak. Want het is een elftal dat vorige wedstrijd met 4-0 of met 5-0 wint. Ja, oké, er zit de kwaliteit in, dus we moeten absoluut op onze hoede zijn. Want dat kan ook wel eens een heel moeilijke wedstrijd worden met veel mensen achter de bal. Dus wij moeten nu kijken wie voor woensdag fit genoeg is en in aanmerking komt om te spelen. Jullie hebben samen op de kamer, samen is wel. Wij hebben samen op de kamer. Dan ik zag verzoeken, hè? Dat was toeval. Toeval, ik weet het niet. Chris had nog tijdens in de slaap heel een tactiek gezegd, maar we hebben er toch geen gebruik van kunnen maken. Hij schrikt misschien.
Jij sliep dan misschien ook. Ja, maar ik slaap meestal. Was het niet een beetje te verwachten dat met al de publiciteit rond Rudy, dat net hij nu een beetje probeerde te forceren? Ja, kun je. Hij probeerde niet te forceren. Hij speelde hetzelfde als vorige keer. Alleen lukte zijn acties iets minder. Dat is ook logisch. Maar we moeten die jongen, die is als ik deze week mocht geloven, ging hij al bijna naar Manchester United. Ik bedoel, laat ons gewoon rustig blijven. Die jongen heeft heel veel kwaliteiten, maar heeft ook recht op mindere wedstrijden. En heeft meer dan zijn best gedaan. Dus wij zijn heel blij met Rudy. En ik ga absoluut geen enkel van mijn spelers een verwijt maken. Want iedereen heeft meer dan 100% zich ingezet. Alleen oké, de bal wil er niet in, maar dat is voetbal. En als ik dan toch een elftal een punt wil gunnen, dan gun ik het Lierse. Dus liever Lierse dan een andere ploeg. Ja. Oude liefde, een beetje zonde dat Jatsouk de bank moet beginnen. Dat zijn keuzes, maar Jatsouk heeft inderdaad vandaag bewezen dat hij heel veel kwaliteiten heeft, maar dat weten we. Een goede Jatsouk. En een fitte Jatsouk speelt altijd, maar oké, een trainer moet keuzes maken en ik vind ook dat ik geen reden had om te wisselen en dat weet Oleg. Maar Oleg gaat ons de komende tijd absoluut nog diensten bewijzen, dus daar zijn we absoluut zeker van. Maar ik zeg het, ik moet vertrouwen geven aan de mensen die op het veld staan. Als Oleg op het veld staat en hij speelt minder, oké, dan laat ik hem ook staan. Dus ik denk dat we gewoon rustig moeten blijven en dat we te leven in de volgende wedstrijd. Langs tegen deze kwam, ik zin was, ik denk tegen we eruit. Dus er vallen altijd wel verrassingen. Met elkaar hetzelfde. Vorig jaar was het ook met een competitie. Ook een zeer goede. Ik denk niet dat het was in de competitie, dat in de play-off 2. In de play-off 2 was het ook 0-0 via. Ja, kijk, hij heeft op dat moment vertrouwen. Ook omdat er de organisatie op het punt staat. Maar nu, de ballen die hij nu pakt, zijn heel belangrijk. En, als je ziet die save die hij nog doet op de shot van Jatsouk, kijk, houdt ons overeind op deze moment en dat pakt hem ook een belangrijk punt mee. Niet alleen, maar ook mentaal. We blijven zo op voorsprong tegen op Westerlo, want we wisten een van die twee begin winnen. En anders hadden we nu voor laatste gestaan en nu blijven we voor Westerlo. En de volgende wedstrijd, dat wordt weer een belangrijke wedstrijd voor ons. Wat was jouw mening over de uitsluiting? Want die was woedend, hè? Ja, maar kijk, ik denk dat elke coach woedend is bij een uitsluiting. Maar kijk, dan gebeuren elke week andere fouten en deze was ook een fout. Maar voor direct rechtstreeks door te geven vond ik een beetje misschien overdreven. Ik kan veel nog eens kijken, ik ga er nu ook geen oordeel over vellen. Maar kijk, je moet verder. Je kunt de feiten niet terugdraaien en je weet dat je daar meteen komt. Maar ik heb ook al ondervonden. Je hebt ook al twee keer tegen 10 man gespeeld, dat het niet geweldig is. Oké, dan wens ik u een veilige thuiskomst en zien we elkaar woensdag hopelijk terug. Dank u.